Zo. Heerlijk. Koffie. Midden op de afstandwerk. Geweldig. Ik zal mijn telefoon even aanzetten. Voor het geval ze me bellen. Zo, op ziek door de collega van Noord-Holland. Ja, Piet, hallo. Paulusma. Hallo, Karel van der Wouw. Leek mij gewoon een heel leuk idee om ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk om hier het weerbericht te doen. Jij gaat dus inderdaad het weerbericht voor Omroep Friesland doen. Ja, oké. Okay. Ik pak die kaart erbij. En weet je, ik heb voor jou nog een verrassingspakket. Een kaart van Friesland. Oh, mooi. Ik had een eigen t-shirt waar ik op sta. En ik heb voor jou ook een kaart van Noord-Holland. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb een viltstift voor je, want ik teken er altijd op die kaart. Oh, teken jij erop? Ja. Laat ik beginnen met vannacht, dan blijft het nog droog. Temperaturen 11 tot 13 graden. En over het algemeen is er dan nog niet al te veel wind. Maar morgen heel veel bewolking, eigenlijk in de hele provincie. Alleen, kijken we naar het Waddengebied, dan kan Texel nog een beetje zon krijgen. En we hebben later op de dag, in de loop van de middag of in de avond, en ik denk dat het pas in de avond wordt, komt de regen. En in de nacht valt er zelfs heel veel regen. En de temperaturen die liggen zo rond de 16, 17 graden op Texel tot 17 of 18 graden in de provincie. We gaan hem natuurlijk even schoonpoetsen, want we moeten naar het weer van zondag. Pinksterzondag, het lijkt allemaal negatief, maar het lijkt wel aardig positief te eindigen. Laten we eerst maar eens beginnen met veel bewolking en regen of enkele buien. En dan fleurt het nog een beetje op. Dat alles met temperaturen rond 16 graden op Texel en zo'n 17 of 18 graden meer de provincie in. Dus is het niet helemaal negatief, alvast een prima Pinkster. Nou, hartstikke goed.